En daar ben ik helemaal niet op voorbereid. Want ik ben natuurlijk al een jaartje ouder. Ik heb het schaken van mijn vader geleerd, zoals de meeste mensen van mijn leeftijd. In het jaar 1936, dan moet u eens denken, ik ben dus al bijna 73 jaar met dat schaken bezig. En vroeger leerde je dat op school niet, want dat was een spel voor oude mensen. Dat kan je later, als je oud en stram bent, altijd nog doen. Maar nou moet je het veld in, voetballen, dat heb ik trouwens ook graag gedaan. Maar we zijn van mening veranderd. En ik geloof dat schaken waardevol is. En daar kun je niet jong genoeg mee beginnen. Als ik zie op het ogenblik dat ik heb ook in mijn jonge jaren in Rusland rondgekeken hoe dat zat. Daar hebben ze zogenaamd... Wat ik hier nou zie gebeuren, dat is Rotterdam, hè? Rotterdam werkt. Nederland praat over werk, maar in Rotterdam werkt dat. En dat gebeurde toen in Rusland, ik was daar in 1956 op grote schaal, dat ik zag hoe kinderen van 10, 12 jaar al geweldig goed schaakten. En ik vroeg aan die Russische organisatoren, hoe komt dat? Want ik gaf daar een seance aan 20 borden. Ik verloor er 11, ik won er een stuk of 5 en er waren ook nog een paar remis. Dus ik dacht, wat een afgang. Want in Nederland, als je een seance aan 30 borden gaf, dan won je met 28-2. Nou, dat was daar geen picknick. En toen zei ze, ja, maar deze kinderen krijgen een opleiding. En toen vroeg ik, waarom doet u dat? Dat u hier, het land, ik wou niet zeggen, toch nog erg arm is. 3 jaar na de dood van Stalin. Waarom doet u dat? En toen zei ze, kijk, er zijn 2 redenen voor. Eerste reden is dat we de mensen liever aan het schaken hebben dan aan het dobbelen in de kroegen. En de tweede reden is dat een mens leert genieten en profiteren van het allerbelangrijkste wat hij heeft. Namelijk zijn hersens. En er was een man tegen me zei, ik heb dat altijd onthouden. Meneer, dat is toch eigenlijk het grootste fenomeen van de schepping. Het menselijk brein. Jong beginnen. En zo langzamerhand in Nederland zijn we daaraan toe. Hè? Het heeft heel lang geduurd. Ik ben altijd een beetje trots ook. Ik heb in Nederland de schakinstructie van de grond gebracht. In de jaren 70. Met behulp van een paar hele goede bestuurders. Ja, want zoiets kun je natuurlijk niet alleen. En als ik zie wat er nu gebeurt, denk ik, ja, dat is goed. Schak is een goede zaak. Je leert beslissen, hè? Dat is belangrijk in het leven. Je leert analyseren. Je leert ook de fouten herstellen. Echt ondervinden wat je verkeerd gedaan hebt. Dat is heel leerzaam voor een mens. Dus als ik zie wat hier allemaal gebeurt, ik vind het fantastisch. Hè? En ik vind het ook een beetje typerend voor Rotterdam. Dan moet ik u even iets bij vertellen. Je denkt wel eens, als ik toen heb ik dit gedaan, maar als ik dat nou gedaan had, dan had mijn leven een heel andere loop gekregen. Toen ik in de wiskunde bijna afgestudeerd was, toen solliciteerde ik naar 2 banen. 1 was het Charles Lyceum en het andere was een beroemde HBS in Amsterdam. En toen mocht ik kiezen, want ik kon weer allebei komen. En toen heb ik gekozen voor Amsterdam. Waarom? Omdat daar toen de beste schakers zaten. Maar ik had ook anders kunnen doen. Wat zou er dan anders gegaan zijn? Daar hebt u allemaal wel eens over nagedacht. En ze vroegen dat eens een keer, dat moet ik even vertellen, dat is echt leuk. Omdat het een zinloze vraag is. Hè? Ze vroegen dus een keer aan een beroemde journalist buitenland, een Amerikaan, in de jaren 60. Meneer, u hebt dan met alle grote mannen van de wereld te maken gehad. Hè? Wat zou er in de wereld dan anders gegaan zijn als ze in 1963 niet Kennedy hadden vermoord, maar zijn grote tegenspeler, Khrushchev? Iemand die dacht daar even over na. En wat zei hij? Hij zei, nou 1 ding weet ik heel zeker. Dat Onassis zou niet met mevrouw Khrushchev getrouwd zijn geraakt. Dat is een geweldig antwoord. Nou, dan dwaal ik weer af, want ik ben een verhaal vertellen.
Maar ik vind het heel fijn wat hier allemaal gebeurt. En ik moet u, ik hoor u waar ook al succes wensen bij deze. Wat dat betreft mag u ook altijd een beroep op me doen, want ik vind schaken belangrijk. Dank u wel.